gaan vandaag nog eens een schrijfdans doen, maar we gaan hem eerst in de lucht oefenen en dan pas op papier. Deze keer maken we de paashaas. De twee vingers klaar. De paashaas heeft twee oren van boven op zijn kop. Daar kan hij goed mee horen, ze staan altijd rechtop. En zie je hem dan springen door bos en wei, dan brengt hij vast veel eitjes voor jou en mij. Springen door bos en wei, dan brengt hij vast veel eitjes.